Hoi, hallo en welkom bij de Luukbox. Ik ben Luuk en helemaal gek op muziek. In deze podcast ga ik het hebben over muziek. Aan de hand van tips die ik krijg ga ik muziek ontdekken die ik nog niet ken. Elke week bespreek ik een artiest of band die voor mij nieuw is. Dat doe ik samen met Harm, hij is zelf muzikant. Hoi! En soms schrijft er ook een gast aan. We stellen elke week een lijst samen van 5 liedjes die we in een Spotify-lijst zetten. De Luukbox. Deze is terug te vinden op hallothuis.nl. Luister je mee? En vandaag gaan we het dus hebben over Trijntje Oosterhuis. Yes, Trijntje Oosterhuis. Hoe goed kende jij haar? Ik had er wel eens bij The Voice of Holland gezien. Ik had nog niet zo vaak muziek geluisterd, maar het beviel me wel aardig. Ja. Ja, want je hebt de hele week je ondergedompeld in de wereld van Trijntje Oosterhuis. Heel veel geluisterd, daar gaan we het allemaal over hebben. Ja. Maar eerst, kun je iets vertellen over Trijntje? Ja, Trijntje Oosterhuis is geboren in Amsterdam op 5 februari 1973. Ze is een Nederlandse zangeres. Ze brak in de jaren 90 door met haar broer Tjeerd Oosterhuis in Total Torch. Later is zij met veel succes een solocarrière begonnen. Zij werkte met haar broer Tjeerd, John Eubanks, maar ook met jazzpianisten Herbie Hancock en Michiel Boslap. Regelmatig werkte zij ook samen met het Metropool Orkest en de big band van het Concertgebouw. Zij was vaak te zien op allerlei festivals, maar ook bij nationale gelegenheden, zoals de geboorte van prinses Amalia, met het nummer Nu dat jij er bent. Ook zette zij zich in voor goede doelen, zoals War Child en de inzameling voor de slachtoffers van de tsunami in 2004. Ze bracht een ode aan diverse artiesten, zoals Stevie Wonder, een van haar grootste inspiratiebronnen, en Burt Bacharach. Ook bracht ze een album uit waarbij de gedichten van haar vader op muziek waren gezet. Van 2012 tot en met 2017 maakte Oosterhuis deel uit van de gelegenheidsformatie Ladies of Soul. In 2015 was ze de Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. Ze werkte mee aan verschillende tv-programma's. Van 2012 tot en met 2014 coach geweest bij The Voice of Holland. En sinds 2016 is zij de coach bij het programma It's Take Two. Sinds 2019 is zij jurylid bij het programma Dancing. En sinds 2020 is zij jurylid in het programma Wie Want More van SBS6. En Trijntje wordt gezien als een van de beste en meest veelzijdige zangeressen van Nederland. Ja, dus ze heeft een enorme staat van dienst. Hè? En ze, zowel als zangeres als in televisieland. Als coach. Als coach. Ze is wel super bekend. Allrounder denk ik ook wel. Ja. Kan veel. Ja, ze is gewoon een ontzettend goede zangeres. En wat ik wel leuk vind is dat je haar niet echt aan één stijl kan ophangen. Weet je wel? Ze heeft met Total Touch was gewoon hele hippe popmuziek in die tijd. En, maar ze is ook jazzdingen gaan doen. En de liedjes van Burt Bacharach zit er een beetje tussenin, zeg maar. Dus het is gewoon super veelzijdig en niet aan een stijl op te hangen. Superleuk, toch? Waar zouden mensen het Trijntje van kunnen kennen allemaal? Nou, dus van de Total Torch met Tjeerd Oosterhuis, met haar broer. Touch Me There. Yep. En Somebody Else Is Lover. Ja. En samen met Marco Bessato maakte zij Wereld Zonder Jou. Ja. Ik zou het zo weer overdoen. Ja. En solo deed ze That's What Friends Are For. En ken je mij? Nou, we gaan zo naar de top 5 en de hoogtepunten zo. Maar we moeten het ook altijd even hebben over de dieptepunten. Had je een dieptepunt? Ik had geen dieptepunt. Nee? Jij toevallig? Nou, eigenlijk ook niet. Weet je, ik vind eigenlijk Trijntjes iemand als ze de scheuren lostrekt, vind ik het gewoon al te gek. Ja. Ik vind haar stem spreekt mij heel erg aan. Ik vind haar ook, technisch vind ik haar ook heel erg te gek. Ze heeft zo'n beetje een rauw randje in de stem. Dat vind ik echt heel lekker. Dus ja, ik vind het eigenlijk al snel goed als zij begint te zingen. Het enige wat ik wat minder vind, ze heeft zo'n kerstcd uitgebracht laatst met de band van het Concertgebouw. En kijk, wat ik net al zei, zij zingt gewoon altijd heel goed. Dus het is heel moeilijk om daar zeg maar commentaar op te hebben. En die band is ook echt te gek met, misschien wel de beste muzici van Nederland bij elkaar. Muzikaal is de band gewoon heel sterk. Ja, het is allemaal hartstikke sterk. Ze zingt heel goed. Alleen van mij hoeft zo'n kerstcd niet. Het zijn de liedjes die al 100 keer gedaan zijn. Ik denk dat het ook een beetje is ingegeven door... hoe gaan we een beetje geld verdienen in de crisis? En dat mag allemaal. Dat is allemaal prima. Maar het is niet de cd die ik per se wil. Die had ze voor mij wel mogen... Had ze voor mij niet hoeven doen. Maar goed, ik snap wel dat het werkt en dat het commercieel... Dus dat is eigenlijk ons dieptepunt. Ja. We gaan nu naar de top 5. We gaan naar de top 5. Touch Me There. Dat staat ook in onze top 5. Die heb jij gekozen, hè? Het is niet een liedje wat ik nog heel vaak draai of zo. Maar nu ik het weer hoorde, dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel heel lekker. Maar ik weet dan nooit zo goed of dat dan is omdat het van vroeger was, zeg maar. En dat het puur nostalgie was. Of waardoor ik het nog steeds goed vind. Maar toen ging ik het even spelen. Toen dacht ik, ja, het is ook eigenlijk wel gewoon heel lekker. Ik kan het wel even doen. Dat gaat zo een beetje door. Ja, ik vind dat wel lekker eigenlijk. En wat ik heel tof vind is dat ze van dit akkoord naar hier naartoe gaan. Maar wat je gewoon hoort is dat... Met de gitaar klinkt het gewoon sowieso altijd anders. Waar we het in de vorige aflevering ook over hadden. Dat maakt gewoon het anders. Ja, het klinkt gewoon leuker. Gebeurt weer wat anders, ja. Maar het is zeker geen slecht liedje. Dat ook niet. Nee. Maar het is gewoon niet mijn smaak. Nee, dat kan, tuurlijk. Ja. En jij? Ik vond echt wel, wat bij mij op nummer 1 staat, is Ken Je Mij. Ja? Dat is live opgenomen met die gitarist Leonardo Amoedo. Ja, Leonardo Amoedo. Ja. Op gitaar. Ja. Live vanuit de Rode Hoed. Die vond ik het mooiste, die versie. En dat vond ik een prachtige tekst. Mooi gitaarspel. Het is ook geschreven door haar vader. En in het jaar dat Trijntje geboren is. Oh, dat wist ik niet. Ja. Dus dat vond ik vooral... Het was een heel melodieus liedje. Dus... Het kan je echt raken, dat nummer. Ja. Waar gaat het liedje over? Kun je dat zeggen? Het gaat er eigenlijk over... of de andere jou beter kent dan jij zelf jezelf kent. Mm-hmm. Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Ken jij mij beter dan ik? Ikzelf word ook altijd, rustig als ik gitaarmuziek hoor. Dus alleen de gitaar en dan op bed lig. Dat maakt je ook een soort van rustig. Ja, want die hele plaat, hè, die is volgens mij een dubbel album zelfs. Met Leonardo Amoedo en Trijntje Oosterhuis. Ik heb ze niet allemaal gehoord. Nee, dat snap ik. Maar dat zijn ook iets van 20 liedjes of zo die ze samen doen. Maar inderdaad, dat is een hele relaxte plaat om te luisteren. Omdat het gewoon alleen zang en gitaar is. Top. Ja. Helemaal top. En de volgende. That's What Friends Are For. That's What Friends Are For, ja. Vond ik ook een prachtig nummer. Ja. Dat gaat over dat vrienden er altijd voor jou zijn. Het is natuurlijk super fijn dat je vrienden om je heen hebt. Dat vind ik ook fijn. Dus, het is een prachtig, rustig liedje met fijne klanken van de gitaar. Ja. En ik vind het een fijne stem. En op welk album staat dat stuk? Het is van het album The Look of Love met het Metropool Orkest uit 2006. Ja, en doen ze allemaal liedjes hè, van Burt Bacharach. Zeker. En dan mijn laatste nummer, van mij dan. Ja. Knocked Out. Ja. Heeft een bijzonder mooi strijkje in het begin. Ja. Een lekkere beat. En ik vind die uithaal heel erg fijn van... Dit is not the time. Van Trijntje. En het is geschreven door Trijntje en Anouk. Ja. Ja, dat hele album is volgens mij door hun samengeschreven. En volgens mij het is ook geproduceerd door Anouk. Ja. En jouw nummers die nog in onze top 5... Where is the Love? En niet omdat het misschien het meest favoriete liedje is van Trijntje. Maar dat is met Raoul Midon. En dat vind ik een hele te gekke Amerikaanse zanger. Die heeft ook een paar hele leuke albums gemaakt. En dus ook met Trijntje dit liedje gedaan. Ik kan het even laten horen als je het leuk vindt. Where is the love you said you give to me? Soon as you were free, will it ever be? Where is the love? Komen nu wel bekend voor. Ja. Ik vond het eigenlijk ook wel een beetje Stevie Wonder-achtig. Daar klonk het een beetje naar. Ja, wat grappig dat je dat zegt. Want die Raoul die is ontzettend fan van Stevie Wonder. En Trijntje Oosterhuis ook. Die is ook helemaal live van Stevie Wonder. Ze heeft volgens mij een heel album ook met alleen maar Stevie Wonder liedjes gedaan. Ja, ik heb een paar nummers van haar gehoord. Ik weet niet meer hoe ze heet hoor, exact. Maar die klonk, dat waren nummers van Stevie Wonder. Maar goed, je hebt je dus een week verdiept in Trijntje. En blijf je haar luisteren? Ik weet niet of ik heel erg groot fan ben. Maar sommige liedjes vind ik echt wel mooi. Die ik ook in mijn top 5 had. Ja, blijf ik het luisteren. Misschien wel, misschien niet. We zullen het zien. En misschien sowieso het album met Leonardo Amoedo. Die vond ik sowieso prachtig. Dus ik denk dat die vaker door mijn speakers of koptelefoon klinkt. Ja, oké, nice. Vond het weer superleuk. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ja, nou bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast over Trijntje Oosterhuis. Volgende week hebben we weer een nieuwe artiest. Dat zien jullie dan wel weer. Nou, tot de volgende keer. En vergeet niet een rating achter te laten op Apple Podcast. Doei! Doei!